Hai, dit zegt al genoeg. Zijn de goedkoopste landen waar je benzine en diesel kunt tanken? Kijk, Syrië, 4 cent per liter. Nu weet je waarom daar zoveel oorlog en zoveel ellende is. Volgende, Libië, 10 cent per liter. Saudi-Arabië, 15 cent per liter. Turkmenistan, 20 cent. Kuwait, 22 cent. Algerije, 22 cent. Iran, 23 cent. Bahrein, 24 cent. Qatar, 24 cent. Oman, 28 cent per liter. Soedan, 30 cent. Nigeria, Dubai, Emiraten, Bolivia, Maleisië, Rusland. Vriend, daarom zit de Indonesië. Maar nu gaan we naar de duurste landen waar ze benzine en diesel verkopen. Dat was de goedkoopste landen. Goedkoopste landen, kijk hoe heet, ja, dat zijn. Onthoud het, goedkoopste landen, 4 cent per liter. Venezuela 2 cent, maar nu komt de duurste, boom. Frankrijk 1,37. Zwitserland 1,38. 1,39. 1,39. België 1,40. Nieuw-Zeeland. Kijk, en daarom zijn er zoveel oorlogen in Syrië. Want iedereen wil daar gratis olie. Kijk, Europese landen die zijn keijeloos op hun, omdat ze 4 cent, omdat ze alles gratis hebben gekregen van God. Ja, ze zijn gezegend. Terwijl hier iedereen 1,80 of 1,30 cent per liter moet betalen. En daar hebben ze gratis van de grond, hè. Natuurlijk word je daar helemaal gek van als Nederland moet betalen. Terwijl zij helemaal gratis hebben. Verdorie. Kijk, Nederland 1,68, vriend. Daar 1,68. Laten we teruggaan naar Syrië. Ja, wat dure dingen, joh. Logisch. Kijk eens aan. Vind je gek dat daar oorlog is? Venezuela, boom. Syrië, 4 cent per liter. Boom. Libië, 10 cent per liter. Saudi-Arabië, 15 cent per liter. Turkmenistan, 20 cent per liter. Allemaal islamitische landen, jongen. En dan mensen vragen: waarom zijn er zoveel oorlog daar? Waarom zijn de mensen gevlucht? Omdat ze gezegend zijn voor het land die ze hebben. Gratis olie, vriend. Gratis olie. Terwijl hier onze regering en Europa allemaal miljarden euro's aan hen moeten betalen. Natuurlijk zijn ze jaloers. Willen ze in één keer allemaal bombarderen, alles overnemen, stelen. Vuile dieven.